Hallo en welkom bij een nieuwe video op het kanaal. Dus, jullie hebben waarschijnlijk gezien dat ik wel live wou gaan, maar ik kreeg het maar niet om te lukken. Dus, ik heb het wel geprobeerd, maar om de een of andere reden lukt het gewoon helemaal niet. Wat wel heel kut is, sorry daarvoor. Oh, we zijn wel terug met Island Tycoon. Vorige keer hebben we wel een beetje dingen gedaan. Niet zo heel veel, een boompje, een bosje en dat denk ik ook zeker niet meer over. En dan moet je nog fucking terugkomen. Maar ik ben terug. Ik heb geprobeerd te streamen. Ik kan misschien dus een andere keer nog proberen te streamen. Maar dan ga ik het nu gewoon even op gewoon normale uploads houden. Ik zal ook eens een paar filmpjes bekijken. Misschien van hoe je wel de goede livestreams kan doen. Het is niet makkelijk. Dat is het zeker niet. Dus ja. Anyways, hier is er wel iets voor 220. Dus ik moet wel nog de eerste aflevering van Island Tycoon uploaden. Dat moet ik nog gaan doen. Laatste video was het tweede deel van Five Nights at Freddy's Tycoon. Dus misschien kan ik die sprong maken. Ik wel niet. Deze tycoon gaat zeker wel een paar delen duren. Ik denk niet dat die echt heel snel af gaat zijn. Als ik eerlijk mag zijn. Dus. Het gaat waarschijnlijk wel eventjes duren. Ik denk dat het wel leuk gaat worden. Fuck! Voor een of andere reden springt hij niet van. Dus als je nog een spel hebt wat ik zou kunnen spelen, een normaal spel of een. Roblox spel of zo, laat me dan weten. Dan zal ik er wel eens een kijkje naar nemen. En misschien is het wel leuk voor een video. I don't know. Dus een reactie dan een live chat als ik een première doe. Dus ja. Is dat goed? Gaat zeker lang duren. Daar ben ik eigenlijk ja, wel zeker van. Die mensen zijn wel ver, die hebben ook al een brug gekocht en daarnet heeft hij geliefd en meestal heeft dat dan zo'n frame van de hele tycoon, wat wel vet is. Een beetje spoilerig, maar het wordt best wel groot, dus. Maar ik denk dat hoe verder we komen, hoe sneller we ook geld gaan krijgen en hoe sneller we op de tycoon kunnen uitspelen. Dus voorlopig kan ik dan nog niet live gaan, sorry daarvoor. Ik zal het proberen. Maar voorlopig zal het wel nog niet doen. Dus. Ja. We kunnen dit wel upgraden, we nog niet zo heel veel nut gaat hebben. Ik kan wel, en dat ga ik ook doen, dit upgraden. Voilà. Het duurt wel steeds langer om dingen te kopen. Voordat de schepen terug zijn. Maar we gaan wel veel meer geld verdienen, denk ik, ervoor. Dus dat is wel een goed ding. Oké. Okay. We hadden ziekels wel iets meer als de andere. En ik denk dat ik ga op. Dat ik voor dit ga sparen. En voor dat. Want als ik nog meer geld ga geven. Dus ik denk dat dat wel een goede investering gaat zijn. En dan hebben we ook een heel nieuw eiland. Wat ook wel leuk is. Dan zitten we heel leuk vast op dit eiland. Dus. Ja.
Dus als jullie nog mee willen doen, hier staat mijn naam, Alvorens Vinken. Dus als je mee wilt doen, kun je dan gewoon niet als een stuk zeel. Dus, oké. Deze is ook net teruggekomen, die gaan we nog even zenden. En dan moeten we wachten. Oh, ik viel er bijna af. Holy shit! Richard. Ik wil hier eigenlijk nog eens op proberen te landen. Sowieso heel erg moeilijk zijn, maar... Oh, vet. Oh, ik denk dat we dat net gemist hebben. Als je bijvoorbeeld wilt dat ik een andere soort video doe. Bijvoorbeeld in het echte leven of zo. Of soms een vlog of zo. I don't know. Laat me het dan weten. Ik ben nou niet echt zo'n fan van gewoon buiten rondlopen of zo. Zoiets ga ik niet doen als je zoiets van mij vraagt. Oh, krijg je eigenlijk best wel veel geld. Oh, ze kwamen allebei eigenlijk tegelijkertijd terug. Dus nou, dat is nog wat geld. Dus 130 en dan hebben we weer meer. Dit seizoen is trager, sorry. Maar het wordt wel leuk, denk ik. Dus we hebben gewoon 300 nodig en een broodje kopen. Ja, die jump kan je niet maken. Waarschijnlijk heeft de maker die ook al vaak is getest. Ik denk niet dat dat voorlopig nog gaat lukken. Nou, sprinten wat nice is, dus... Ja, die kunnen we 100% niet maken. Hey. Dus ik kom wel bijna terug, dus dan krijg ik weer al meer geld. Als je nog niet de eerste deel van deze game hebt gezien, laat het dan zeker. Kijk je dan even. Op het moment dat ik dat opnieuw is wel nog niet geüpload, maar dat ga ik nu doen. Dus, wacht daarop. Hey, als je deze video ziet, dan is die toch al geüpload. Oh, gelukkig had ik niet 300, anders had ik dat misschien gewoon leuk. Ik hoop wel echt dat dit geld gaat maken, anders ga ik best wel boos zijn. Ja, best wel boos zijn. Right, dus... Die gaat al steps terugkomen. En dan denk ik nog één ronde en dan ga ik genoeg geld hebben. Zijn er bijna? Bijna? Oké, let's go. Ze hebben nog dan zeg ik nog 40. Dus de eerste hebben ze nog aankomen. En dan hoop ik eigenlijk dat we wel genoeg hebben. 3, 2, 1. Dus we hebben 300, laten we de brug roepen. Yes. Alright! Nou kunnen we de copper mine kopen, wat waarschijnlijk ook nog weer geld gaat opleveren. Dus daar hebben we weer veel nodig. Kan ik deze jump wel maken? Oeh, die kan ik misschien nog wel maken. Dus ik ga het nog eens proberen. Maar dat is wel leuk. Nou, we doen niet heel hetzelfde eiland waar we tussen moeten wandelen, lopen. Kijk dit. Proberen, oké. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Oké. Deze is al aangekomen. Ga ik die ook terug zenden. Nou ga ik sparen voor 260. Goed. Fuck. Ik moet zou eigenlijk zo'n cringe warning in het begin van al mijn video's moeten zetten. Okay.
die gast is al best ver. Hij heeft al 3 eilanden. Hij heeft dat ook al. Dus hij heeft al best veel eigenlijk. Hij heeft dat ook nog niet eens helemaal geüpgraded. Een van die ben ik zelfs verder, want hij heeft nog 2 supports, terwijl ik al een van die padkuipen heb gekocht. Zo heeft het wel dat genoemd, ik heb het niet zo genoemd hoor. Alright, let's go. Hup, oké. Die gaat dan weer terug. En deze zelfs ook. Ze komen er al. Gaat eventjes duren. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat ik mijn de hele tijd herhaal. I don't know. Als je wilt dat ik mijn mening over iets geef of zo, om de video een beetje interessanter te maken, laat me het dan weten. Ik ben 10 minuten bezig, we hebben nog niet te veel gedaan, dus sorry daarvoor. Maar als je mijn mening over iets wil weten of zo, I don't know waarom, maar als je het wil weten, dan laat het gewoon in de reacties weten. Dan zeggen. Dus ik denk dat ik in deze aflevering een beetje wel ga er een beetje gek knippen misschien. Misschien, ik weet nog niet exact. Zou wel goed kunnen. Om een beetje korter te maken. Of natuurlijk, ik kan het gewoon oké, deze kunnen ook al zenden weer. En die in 20 secondjes, dus ja. Ik vind bouwen, de bouwwerken in deze game best wel mooi. Het gaat eigenlijk van basic tot best wel mooi. Al de eilanden zijn wel zo mooi in elkaar gestoken, denk ik. Alright, let's go. We gaan deze terugsturen. Deze duurt wel het meeste geld op. Ik wil zien hoeveel geld dit gaat opleveren. Dus, hij heeft wel al de mines. Dus ik denk dat het best wel cool gaat worden. Oké, dus ik denk als deze nog terug gaat komen, dat we genoeg hebben. Dat zijn we nog wel 40 secondjes, dus ja, even duren. Dus, ja. En ik heb er zo om over te praten. Als je het nog niet wist, ik ben echt heel slecht in gewoon dingen te zeggen. Well, niet in echt dingen te zeggen, maar gewoon om bij een game zo om dingen te zeggen. Om over dingen te praten. Dus laten we de copper mine kopen. Dat is wel cool. En normaal moet dit ons geld geven. Als ik het niet mis heb. Beter dat het mij geld geeft. Want anders is dit gewoon een verspilling. Oh, we hebben wel net 5 gekregen. Dus ik denk dat het 5 genereert. Elke zoveel seconden. Dus ik denk dat het wel een goede boost. Ja, we krijgen 5 euro cash. Waar je dat kon noemen om de zoveel seconden. Ik weet niet exact hoeveel seconden. Maar nice, die upgrade die gaat dan denk ik al goed helpen. En sparen voor die van 400 gaat denk ik wel eventjes duren. Maar, holy shit. En we kunnen ook de brug upgraden tot een metalen brug, dus dat gaat ook wel even duren. Laten we deze ook nog eens zenden. En deze ook. Oh, fuck. Oké.
zit. Komt toch niet over. Wat zou ik kopen? Wat zou ik kopen? Ah, pak. I don't know. Ik wil wel een nieuwe boom kopen, maar... I don't know. Ik denk dat ik even een cut ga maken, dus dat ik even ga springen tot wanneer er iets gebeurt. Waarschijnlijk totdat ik dit ga kunnen kopen. Dus als er iets gebeurt, dan zullen we het wel zien.